guys, welcome back to my channel. Vandaag is weer een hele nieuwe dag voor een hele nieuwe vlog. Welcome back, hoe is jullie dag vandaag? Hebben jullie al gegeten? Wat gaan jullie vandaag doen? Comment down below. Dankjewel voor alle lieve felicitaties voor mijn zusjes. Ik heb echt van de dag genoten. Ik wilde bij alle comments reageren, maar het waren te veel. Jullie zijn echt gewoon de bom. Bij elke comment, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Yes guys, vandaag is weer een hele nieuwe dag. Een hele lieve heer is helemaal van Indragandhi weggekomen tot naar Noord om ons een bakje nasi en rasgulla te geven om ons te verwennen. En hij heeft graag feedback gevraagd. Dus we gaan het live dus gelijk met jullie proeven. Yes? Hij heet Emmanuel's Delicious Snacks, Sweets and More. Sorry, kan niet. Dit is zijn contactnummer. En hij heet, zijn business heet Emmanuel's. En hij heet Cheriano Atmo Virchoyo. Letterlijk lekker rasgulla. Oei. Oeh, zo ziet zijn rasgulla eruit. Wauw, we gaan het gelijk proeven. Mijn moeder is ook hier. Ze hoort lekkers, dus direct komt ze hier. Kinderlijk. Ik hoor haar rasgulla toch. En ik zie ook die Elijji. Ja, dit is Elijji. En ook een... Oeh, authentieke nasi zie ik hier. Deze gaan we ook proeven. Oké. Okay. Ruikt lekker. Zo so guys, we gaan eerst die rasgulla proeven. Het is echt... Echt lekker. Het is juicy. Het was heel mooi. Gaan we die nasi proeven? We gaan nu die nasi proeven. Hij heeft saus apart gezet. Alles is mooi apart. Oeh, lieper. Lekker. Banaan, ik hou van gebakken dingen, banaan. Oei. Niks kan misgaan met banaan. Beetje vlees toevoegen. Hij zet ook ei en kousenband en lieve sambal. Lieve sambal. Oeh, lieve sambal zoet. Ik weet precies van hoe ik ervan houd. Zoet. Pieper, pieper, pieper. Mmm. Good job, Cheriano. Daar gaat niet die nasi proeven. Wat gaan we doen? Ik heb zo. Ik moet voorzichtig zijn met eten. Vies. Lekker. Ik denk dat hij zelf koken is lekker. Ja? Echt lekker. Toch, hoe vind je de rasgulla? Heb je de rasgulla ook geproefd? Ja, is lekker zoet. Maar ik heb kiespijn, dus ben zo voorzichtig als ik zoet eet, zodat het niet in het gat gaat. Dus daarom moet een beetje voorzichtig zijn met zoet eten. Maar het is wel lekker. Ja, het is lekker. Dus we proberen waard. Jullie hebben zijn nummer gezien en zijn Facebook page. Dus gaan jullie hem followen of contacten als jullie geïnteresseerd zijn. En we nemen jullie vandaag ook mee wat wij gaan doen. Yes, enjoy the vlog. Ik ga nu Nesto halen, hij werkt. Dus hij gaat van het werk, dus ik ga hem halen. Mijn vader heeft hem in de ochtenduren op het werk gebracht, omdat die auto van ons. Geen olie. Het had eerst een batterijprobleem, maar toen hebben we dat gefixt. Maar toen had het ook geen olie en we konden het ook niet brengen naar de service station, want dat heeft geen olie. Dus ik ga hem halen. Ze gaat ook weg. Dag Peer. Tot de volgende keer. Dave gaat vandaag gewoon thuis slapen. Je gaat Veertje zetten alleen naar die. Oké, okay. Dag Veer.
steeds modderig buis, maar is wel al droog. Dus ik loop gewoon hier, want daar parkeren we die auto, want voorin is het nog een beetje slecht. Yes, we zijn al hier. Gewoon heb ik mezelf gefilmd hoe ik rijd. Ik ben single, daarom deed ik het. Ik heb het op speed gezet. Ik wacht nu op Ernesto. Nee, ik ga naar zo halen, laat ik hem altijd rijden. Dus, I'm just gonna scoot over. Dan gaat hij rijden. Ik voel me zo vies, maar het is niet vies, hè. Niet zo vies. Ik ben lui om te zakken, dus ik ga lekker precies zo. En zo gaat 3 uur van het werk. En zo over 3. Maar ik kom nog niet naar buiten. Maybe straks. We gaan rustig op hem wachten. We moeten Dave halen bij Ferroza. We gaan even de auto stappen, want corona everywhere. Ondanks dat ik al volledig ben gevaccineerd hoor. Ook al ben je volledig gevaccineerd. Je moet toch op jezelf letten en aan de, zo strak mogelijk aan de regels houden. Ernesto is er al. Oh, sorry, is geluk. Bah. Hi. Hallo. Hoe was je dag? Normaal. Was het druk? Oh, normaal. Nee. Heb je eten gebracht aan het werk? Nope. Dat staat niet voor me op. We gaan nu Dave halen hoor. Vandaag doen we niet zoveel dingetjes, dus ik ga de vlog afsluiten. Maar morgen ga ik door. Nesto en ik gaan een prank doen op die mensen thuis. We gaan zoete noedels maken en we gaan hun reaction recorden. Oké, ik zie jullie morgen. Hi guys, ik heb vandaag voor het eerst cake gemaakt. En ik ga Ernesto, mijn vriend, laten proeven. Nes, gaan proeven nou. Ja, ja. Je moet gewoon eerlijk zijn hoor, is voor het eerst. Dus ja. Gewoon eerlijk zijn. Ja, ja, ja. Ik heb het niet helemaal gekeken. Nou, het is zo lekker net als die van. En zoals beloofd gaan we een prankje uithalen. Alleen mijn moeder, mijn vader en Dave zijn thuis. We hebben geen noedels kunnen vinden, maar we gaan dus een gebakken ei voor ze maken, maar dan met veel suiker. En we gaan ze laten proeven. Let's do this. Ja. Ik zie hem. Thank you.
Dave, kom. Dave eerst. We hebben een nieuwe recept uitgeprobeerd. Proef na. Dit is dat ding. Wat is het? Het is ei. Maar het is een recept op TikTok. En we hebben het geprobeerd. Proef het. Mama en papa gaan ook proeven. Ja, dat kan ik wel. Heb je het blom gemaakt? Is ei. Ja, niet mijn goede stuk. Nee, niet mijn goede stuk. Is met verschillende recepten. Wat de heck? Pa, we hebben nu wat dingen recept geprobeerd. Kan je even proeven voor ons? Proef even een stukje papier. Nou, een stukje maar. Is ei, we hebben het op TikTok gezien. En nu zijn we bij de laatste dingen. Mama, kijk. We hebben een lekkere recept uitgeprobeerd op TikTok. Kan je het proeven voor ons en hoe het smaakt? Nesto heeft zoveel werk erin gestopt. Dina, moet ik je happen? Mm-mm. Proef het, is echt lekker. Dave en papa hebben ook al geproefd. Niet maar mooie stukken, maar. Ik ben bang. Nesto hebben ei gemaakt. Is echt lekker. Proef nou. Proef even. Is ei. Gebakken ei. Proef. Proef nou. Proef een stukje. Nes, proef jij. Jullie hebben het gezien, mijn god, ik heb een ollo in mijn dingen. Ik ben gewoon thuis, dus het is lockdown, nog steeds lockdown. En ja, ik denk dat de prank is gelukt. Volgende keer komen we met meer betere pranks, maar voor nu is het gelukt. Ik dacht dat we het niet zouden halen, ik dacht dat geen van ze zouden proeven, want mijn ouders en mijn broertjes zijn echt voorzichtig. Maar het is gelukt, dus ja. Thank you for watching, ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Like, comment, share, subscribe, you know what to do. Comment down below wat jullie vandaag gaan doen, wat jullie vandaag gaan eten. En ja, tot de volgende keer. Bye! Stay safe, y'all!